Straks na het nieuws dus nog een aantrekkelijk zaterdagavondprogramma. En nu is het tijd voor trosweerman Jan Pelleboer. U zal gemerkt hebben dat wij vandaag in wat koudere lucht met een noordenwind zijn terechtgekomen. Ja, er zitten een paar nachtjes in met wat vorst, maar nog geen echte vorstperiode. Wellicht hebt u de bewering wel eens gehoord dat wanneer je een warme zomer hebt, dat je een koude winter krijgt. Nou, daar heb ik eens even uitgezocht en dat ziet u dan ook op een bijgaand plaatje van de laatste 200 jaar. Daarin waren 28 zomers die warm waren, etmaal gemiddelde boven de 17 graden. En wat zagen we na die warme zomer? 11 normaal, 9 zacht en slechts 8 koud tot streng. Dat betekent dat er geen enkel verband is tussen het karakter van een zomer en de daaropvolgende winter. Vaak begint de winter half december streng te worden, zoals in 38, 1947 en in 1962. Maar die aanwijzing is er nog niet. Dat laat ik u aan de weerkaart zien. We hebben hier de verwachte computerweerkaart voor maandag. In het Scandinavische gebied vorst, matige vorst tot Denemarken, vorst tot bij ons land. Maar dat wordt langzaam naar het oosten verdrongen. Want u ziet het, maandag komt alweer een storingsfront met regen en zachtere lucht via de Britse eilanden naar het vasteland. Daarna nog een depressie. En dat betekent dat een wat koude winterse periode voorlopig nog geen kans krijgt om bezit te nemen van West- en Midden-Europa. We hebben hier de verwachte situatie voor zondag. Aanvankelijk een noordelijke, later noordwestelijke wind, eerst nog krachtig langs de kust, later afnemend. Aanvankelijk guur met nu en dan een bui, mogelijk met wat sneeuw, maar later ook weer zonnige perioden. 'S Nachts wat kouder, eerst 1 tot 3 graden vorst, later misschien 4 graden of iets meer in het noordoosten, maar het is van korte duur, want daarna komt vanaf maandag zachtere lucht om de kou weer te verdrijven. Voor het actuele weersverloop wijs ik u nog even op het troskompas weerbericht. 3 keer per dag wordt het vernieuwd. 059-07, 59-07.